Welkom bij Oud Vlaardingen TV. Vandaag gaat het over Museum Vlaardingen. Of beter, over de plannen van Museum Vlaardingen. Daar is de laatste jaren al veel over gezegd en over geschreven. Maar hoe zien die plannen er nou eigenlijk uit? En wanneer gaat dat Museum Vlaardingen nou weer over? Daarover praten we vandaag met Siem van der Marel en Wijnand Houdijk. Eerst duiken we maar even de historie in, Siem. Hoe ziet die eruit? Als we dus teruggaan naar de opening in de 76 jaren door Beatrice, toen er een uitbreiding kwam aan het huidige museum, was het als visserijmuseum op de kaart gezet. Rond 2000, heeft de gemeenteraad besloten dat ze daar dan toch een uitbreiding aan wilde geven. Dus dat het niet alleen de visserij, maar ook de cultuur en de historie van Vlaardingen zou gaan omvatten. En dat betekende dat er uitgebreid moest worden. Dat wil niet alleen zeggen in collectie, maar ook in ruimte. Dus het heeft zo'n 12, 13 jaar geduurd om dus nu tot het punt te komen dat we zeggen, ja, nu liggen de plannen er. De ruimte daarnaast is vrijgekomen. Warmelo van der Drift is sinds anderhalf jaar geleden vertrokken. De grond en de percelen eromheen, die krijgen we er dan dus bij. De gemeente heeft dus een bijdrage dus overgemaakt. We zijn met het fonds op een HNA, alleen wat formele zaken van actes en dergelijke, zijn we rond. En wij staan dus nu op het punt met de bouwplannen die in die afgelopen jaren, want dat is echt historie, en zo vaak geweest dat zijn ook, daar gaan we dan dus nu met de daad mee beginnen. Waarom wilde de gemeenteraad daar nou een algemener karakter aan geven? Het museum als een internationaal instituut, want zo stond het helemaal in de naamgeving, internationaal instituut voor de zeevisserij, de Noordzeevisserij, dat vond men een beetje te eng en wilde het gewoon echt een Vlaardings museum van maken. Nou, daar hebben we dus met veel inspraak en gesprekken hebben het uiteindelijk dan dus gekomen tot een driedeling. Dat zijn gewoon drie pijlers waarop het nieuwe museum dus nu wordt ingericht. Dat is de behouden de visserij, die blijft ongeveer net zo groot. Dat komt dus bij archeologie en dat komt dus bij cultuur en historie. Dus want Vlaardingen heeft best wat internationaal te laten zien en te laten horen. Met welke opdracht hebben jullie het architect op pad gestuurd? Dat was dus één, er is een begroting voor een bouwsom. Er zijn een aantal vierkante meters die we dus willen bereiken. En dan, gezien dus de korting op de exploitatiebegroting, want wat we hadden, daar is 20% van afgehaald door de gemeente. En we moeten dus drie keer zoveel gaan leveren. Dus dat betekent dat je een gebouw moet gaan neerzetten wat enorm voldoet aan alle duurzaamheidseisen die je maar kan verzinnen om die exploitatie zo laag mogelijk te krijgen. Dus lage exploitatie was een heel belangrijk fenomeen, de vierkante meters en last but not least, het moet er gewoon strak uitkomen zien dat het zichzelf verkoopt. Hoe kwam die opdracht aan en hoe ben je daarmee aan de gang gegaan? Ja, hoe kwam die opdracht aan? Sowieso was het een uitdagende opdracht natuurlijk. Het is een Vlaardings project en ik als Vlaardings architect denk, nou, daar moeten we eens wat moois van gaan maken. Het was uitdagend omdat we hier praten over een combinatie. We moesten vierkante meters erbij maken. We moesten een energiezuinig gebouw gaan maken. En we zitten met een monument. En ja, dat botst wel eens een beetje met elkaar. Hoe maak je een gebouw energiezuinig en een monument wat je toch intact wil laten? Dat is een behoorlijke uitdaging. Ja. Eerst hard over nagedacht, plannen gemaakt. Hoe zien die plannen er nou uit? De plannen bestaan eigenlijk uit twee gedeeltes. We hebben het bestaande
pand, het bestaande museum, dat is een rijksmonument. Dus dat gaan we, zeg maar, voor een groot gedeelte restaureren. Dat is een pand wat we een beetje terug willen brengen in de oorspronkelijke staat. We willen de schaal terugbrengen, weer mooie kamers inbrengen die er nu uit zijn. Het tweede gedeelte van het plan is de uitbreiding. Dat is echt de nieuwbouw. En de nieuwbouw die willen we op een hele moderne, strakke manier, met hele mooie moderne materialen erachter zetten. En in die nieuwbouw, daar zitten weer wat oude elementen van het pakhuisje wat erachter staat. Dat hebben we erin verwerkt. De entree komt in het pandje van de Drift, waar het kantoor van de Drift zat. Dat gaan we ook gedeeltelijk gebruiken. Maar vooral de vloer op de begane grond en de kelders. Dat zijn hele mooie historische kelders. Die willen we laten zien, ook in die nieuwbouw. Hier zien we bijvoorbeeld de gevel aan de Westhavenkade hier. De Westhavenkade. Hier zien we het bestaande pand. Heel grappig is, dit bestaande pand, vooral die voorgevel, die is in 1907 helemaal herbouwd. De woning was vroeger wat smaller en was wat lager. Dus dat is uit 1907. Wel dit soort elementen, die deuren en die aftimmeringen, die zijn hergebruikt. Wat niet herbouwd is, wat echt origineel is, is hier de muziekkamer. Dat wordt nu muziekkamer genoemd, maar dat was eigenlijk de eetkamer van de mooie villa die stond, van het mooie gebouw. Die blijft uiteraard ook zo staan. Nou, dit is het gedeelte wat we helemaal gaan restaureren. En hebben hier het geveltje van het pandje van de Drift, zoals we dat nu nog noemen, wat onze entree wordt. Dat wordt de hoofdentree van het museum. Bestaande entree van het museum blijft uiteraard ook bestaan. Maar dat gaat meer een functie krijgen als de zaaltjes verhuurd worden, als er feestjes zijn of congresjes. Dan gaan we de originele entree weer gebruiken. En als we dan hier verder kijken, dan zien we hier de nieuwbouw ontstaan aan de Vette Oortse Kade. We komen hier de hoek. Ik heb vrij bewust ook een kap erop gezet. Dat heeft natuurlijk ook wel te maken met de rest van Vlaardingen. Het zijn allemaal lage kapjes. En dat geeft een beetje karakter, zodat als mensen over de Westhavenkade lopen, het pand gaan herkennen van jongens, hé, hier gebeurt wat. Hier komt het museum. Dat is ook een reden dat ik het helemaal glazig gemaakt heb. Dat is een noordgevel. Nou, noordgevel geeft een hele goede belichting binnen. Zuidgevel kan je dat niet maken in een museum natuurlijk, want dan zou er te veel licht binnenvallen. Maar noordgevel kan je dat doen. Dat geeft binnen dus een mooi effect, maar ook als je langsloopt. Als je nu langsloopt, ga je wat zien. Je gaat het museum herkennen, je gaat wat bewegen. Dus je triggert de mensen om naar binnen te gaan. Dat vond ik heel nodig. Het bestaande pand is heel mooi, maar dat is toch eigenlijk ontworpen als een woning, vrij gesloten. En dan, als je daar langs loopt, zie je niet, er moet een bord op staan, maar voor de rest zie je niet dat het een museum is. En daarmee kan ik dat wel bereiken. Wat leuk is om te zien in die gevel, hier verder, daar staat het restant van het pakhuisje wat nu op het achterterrein staat. En dat gebruiken we in het ontwerp. Het komt als het ware binnen te staan en ook in de gevel wordt dat herkenbaar. Als we dan de Vette Oortse Kade oplopen, dan zien we die gehele glazen gevel. Veel glas, wat ik daarmee bereik, heb ik net gezegd, kan je goed naar binnen kijken. Je gaat het museum herkennen, maar je gaat ook de oude panden zien. We zien hier, als we door het glas kijken, de oude achtergevel van het Rijksmonument, van het huidige museum. Die achtergevel wordt helemaal teruggerestaureerd. Er zijn nu stukken weggestuukt. Er zijn kozijnen weggevallen. Die ga je door de glas zien, dus dat ga je herkennen. En hier ook dat pakhuisje. Dat loopt ook door naar binnen. Dat voor een groot gedeelte blijft dat staan. Zodat we straks ook binnen dat pandje kunnen gaan gebruiken als museumruimte, zeg maar. En dat kader ik met een roestvrijstalen kap. Dat wil zeggen, die nieuwbouw is allemaal roestvrijstaal, heel strak, aluminium en glas. Dus die confrontatie oud-nieuw, die wilde ik bewust, zodat je het oud ook in zijn waarde laat. Dan ga je het goed herkennen. Het leuke van deze gevel vind ik zelf dat we hebben er ook een bank gemaakt. Dus mensen die er langs lopen kunnen ook even gaan zitten. En dan wordt zo'n gevel ook als meubilair gebruikt. En dat vind ik altijd heel aardig. Als we verder om het hoekje kijken, dan krijgen we de achtergevels. Nou, die zijn helemaal gesloten, of zoveel mogelijk gesloten. Er zitten wat gaten in. Waar daglicht nodig is voor de werkplaats. En er zit een deur in uiteraard. Maar voor de rest helemaal gesloten, zodat daar het licht weggehouden wordt. En wij alleen binnen van dat noorderlicht gebruik kunnen maken. Dan komen we hier bij de nieuwe entree.
van het museum, het pandje van Van der Drift. Nou, herkenbaar is de gevel, de oude gevel. Die laten we voor een groot gedeelte intact. We willen laten zien wat het vroeger geweest is. Alleen, we wilden het veel meer openmaken. Want ook daar vind ik dat de mensen moeten zien waar ze naartoe gaan. Je moet aangetrokken worden tot het museum. Dus we hebben er als het ware een groot gat in gemaakt in die bestaande gevel. De kozijnen eruit gehaald. Waar de borstwering zat, hebben we vrij grof eruit gehakt. Er zitten ook van die karteltjes in het metselwerk, die blijven ook zo. En hebben daar een meter naar achteren een hele moderne glazen gevel gelegd. En zodat als de mensen daar lopen, dan denk je, hé, wat is hier aan de hand? En dan kijk je vanzelf naar binnen en dan ga je het museum herkennen. En als je dan binnenkomt, dan kom je uiteraard in de museumwinkel en bij de receptie, bij de balie. Zodat de mensen worden ontvangen. Nou, als ze binnenkomen, dan herkennen ze dat oude pandje van de Drift nog. Want die oude vloer, die ligt daar nog. We maken er wel hele mooie glazen elementen in. Zodat mensen, als ze daar lopen, die mooie kelder eronder kunnen zien. Want dat is echt een hele leuke historische kelder. Die kelder wordt niet toegankelijk voor het publiek. Want daar is die net te laag voor. Maar door dat glas in die vloer te maken, kunnen we wel dingen neerzetten en dingen laten zien. En dat, ja goed, dat is dan de begeleiding naar het museum. Zijn er mensen bij de receptie geweest, bij de balie, het kaartje gekocht, dan kunnen ze via die ruimte het museum in. En dat gaat dan via het historisch pand. Ze lopen eerst door het bestaande museum, kunnen daar het een en ander zien en lopen daar doorheen. En dan komen ze in de nieuwbouw terecht. Nou, die nieuwbouw, die is verdeeld over 3 verdiepingen. Als mensen aankomen, lopen ze op hetzelfde niveau als de begaande grond van het museum nu binnen. En dan komen ze een hele grote trap tegen. En dat noemen wij een tribunetrap. Dat is een hele brede trap. Het is de bedoeling dat vooral de jeugd daarop kan gaan zitten en dat ze het een en ander uitgelegd krijgen. En hebben dan ook gelijk een overzicht over het museum. Dus iemand die wat uitlegt kan alles ook aanwijzen. Als de mensen dan naar beneden lopen, dan komen ze vanzelf dat pakhuisje weer tegen, wat we net in de gevel gezien hebben. Daar kunnen ze inlopen. Die ruimte wordt natuurlijk museaal gebruikt, maar ook het pakhuisje vertelt het een en ander over Oud-Vlaardingen. Er zitten boetzolders in. Dat zijn speciale vloeren waar de vloerdelen los van elkaar liggen. Nou, die blijven er allemaal in zitten. Dus daar zit ook een verhaal. Zijn ze daar geweest, dan kunnen ze achter in het gebouw met de trap omhoog. Of centraal in het gebouw hebben we een hele grote glazen lift. Dus het moet natuurlijk ook rolstoelvriendelijk zijn, uiteraard. En met die lift en die trap kunnen ze naar een tussenverdieping. En dat kan omdat de woningen aan de Westhavenkade, dat zijn dijkwoningen. Dus de achtervloer die zakt 2 meter. En als ze dan weer 2 meter omhoog gaan, dan hangt er een soort vloer tussen. En die hangt dan in een soort vide. Dus als je daar komt, dan krijg je ook weer een heel overzicht over het museum. Je gaat op dingen kijken. Heel ruimtelijk. Een museum moet heel ruimtelijk zijn, vind ik. Je moet dingen herkennen. Er moeten vragen zijn. Als je ergens loopt, oh, daar wil ik ook nog naartoe. En dat gaan we hiermee bereiken. Zijn ze op die verdieping geweest, dan gaan we naar de grootste verdieping, de nieuwe vloer. Echt de grootste museale vloer. En die sluit weer aan op de eerste verdieping van het bestaande pand. En dat is een hele grote vloer, helemaal vrij, zo flexibel mogelijk. Want daar moeten ze natuurlijk met wisselende tentoonstellingen kunnen werken. Nou, zijn de mensen daar geweest, dan lopen ze vanzelf weer het oude pand in. En dan komen ze in de woning. Ja, die weer, wat ik daarnet gezegd heb, ook weer aanpassen. Ook op de verdieping wordt het weer in schaal gebracht zoals het vroeger was. Het leuke van die verdieping vind ik dat daar een openbare bibliotheek komt. Ja, dus mensen kunnen nu echt ook gewoon zien wat voor een waardevolle bibliotheek er is en de boeken kunnen bekijken. Dat zal voor een groot gedeelte wel digitaal zijn, want niet ieder boek kan zomaar beetgepakt worden. Maar dat vind ik een heel leuk element en dat is ook een beetje het einde van die route. Want als mensen overal geweest zijn, dan kunnen ze naar die bibliotheek, maar hebben ook het hele museum gehad.
Nog even doorgaand op de opdracht die we gehad hebben. Want we moesten zo'n energiezuinig mogelijk gebouw maken. Het energiezuinige van het gebouw, dat bereiken we door met warmtepompen te werken bijvoorbeeld. We werken niet met een gewone cv op gas. Wij proberen de warmte uit de aarde te halen. Dat doen we met, ja, dat zijn pompen, die werken op elektriciteit. En die worden weer aangestuurd door zonnecollectoren die we op het dak zetten. Dus daar doen we al heel veel mee. Uiteraard wordt de isolatiewaarde, vooral van de nieuwbouw, heel hoog. En we werken niet met dubbelglas, maar met driedubbelglas. Zodat we daar het energieverlies zo laag mogelijk houden. Ook willen we het energiegebruik zo laag mogelijk houden door veel met LED te werken. We werken niet meer met gewone verlichting, maar allemaal LED-verlichting. Dus dat zijn allemaal factoren die zorgen dat het energieverbruik van het gebouw laag blijft. Voor het museum, althans hier vandaan gezien, staat er nog dat mooie gebouwtje met die vuurtoren erop. Voor de Vlamingen is het bekend als de Joon. Wat gaat daar nou mee gebeuren? Nou, de Joon hebben we ook meegenomen in het ontwerp. En zoals het er nu bij staat, vind ik het niet meer acceptabel. Het ziet er niet uit. Het was de bedoeling dat het een heel glazig gebouw wordt. Nou, we staan aan de havenkant, zullen we zeggen. Daar zit nog wel glas in, maar vooral aan de Westhavenkaderkant is het helemaal dichtgeplakt. Nou, ik vind dat zonde. Dus wij willen dat gebouwtje weer openmaken. Dat straks dat je daar langs loopt, hetzelfde verhaal eigenlijk. Dat je ziet wat er gebeurt in het gebouw. Het wordt een gebouw voor de vrijwilligers van het museum. Die zullen daar wat dingen gaan doen. En dat moet je zien. Het moet ook een beter gebouw worden. Als je nu ziet, die houten kozijnen zien er niet zo goed meer uit. En daar willen wij als het ware een soort laag voorleggen, horizontale lijnen, waar we met mooie teksten het gebouwtje aantrekkelijker kunnen maken, architectonisch gezien. Zo willen we ook een overstekje weer maken, hè, zodat het gebouw ook schaduwrandjes krijgt en niet zo'n vlak gebouwtje wordt. Daarnaast, en dat doelde je al op, de toren, de vuurtoren, de Willem II uit IJmuiden, die halen we eraf. Wij vinden die Willem II uit IJmuiden, dat is eigenlijk heel bewust, want hij komt niet uit Vlaardingen, vinden we niet meer bij dat nieuwe museum pas. Het was een vrij statisch museum, maar dat gaat er allemaal af. En wij vinden dat die daar niet meer bij past. Dus die hebben we in het ontwerp eraf gehaald. En dan nu de hamvraag van wanneer kunnen we nou de volgende uitzending over Museum Vlaardingen gaan maken? Oftewel, wanneer zijn de plannen nou tot uitvoering gebracht? Ja, wij beginnen in november met de start, zeg maar. Dan is de start van de bouw. We beginnen eerst met een gedeelte slopen, zodat we dan een goed begin hebben. En beginnen met de nieuwe bouw. Dat gaat een jaar duren, zeg maar, de bouw. Dat wil zeggen dat we eind 2014 zal het gebouw klaar zijn. Maar daarna moet het nog ingericht worden. Daar zijn we ook nog maanden mee bezig. Dus zeg maar, eerste kwartaal 2015... zal het publiek naar binnen kunnen. Begin 2015 kan het publiek naar binnen. Althans, dat is de planning nu. Hoe ziet de toekomst van het Museum Vlaardingen er nou uit? Ik heb in het begin al aangegeven dat we dus met een enorme uitdaging bezig zijn. Maar dat is heel gedetailleerd uitgewerkt wat betreft de exploitatie. Wijnand heeft uitgelegd dat we ook heel energiezuinig aan de gang gaan. Dus die energiekosten die liggen al laag op de exploitatie. Door die lage exploitatie kunnen we maar slechts met minimale vaste krachten werken. We zullen enorm nog afhankelijker worden van vrijwilligers. Die vrijwilligers met name, die hebben dan dus straks de Joon als honk samen met alles wat alle communities, zoals we dat noemen, die er omheen zitten. De historische vereniging, de omroep, je noemt ze maar op, het vlak, de stadsarchief, wie dan ook. Iets met een win-win met het museum kan werken, die heeft daar dan dus de gelegenheid om daar te bivakkeren. Hoe dat gaat lopen weten we nog niet, maar in ieder geval moet het een soort broedplaats worden voor ideeën, voor programma's, voor het ontwikkelen van kennis en kunde, om dat weer uit te gaan nutten voor het museum. En dan is het alles aangelegen om het zodanig te brengen dat de mensen ook terug willen komen. Het is niet als je dat één keer iets gezien hebt, zeg nou ik heb het gezien en ik
ben klaar. Nee, maar dat je continu bezig blijft met een programma, met nieuwe activiteiten, met nieuwe leuke, belangrijke verhalen over Vlaardingen, over Vlaardingen in Nederland. Dat wordt straks een hele belangrijke trouwens. En daarin moet je je publiek gaan trekken. Want we moeten wel voldoende mensen binnenhalen om ook de exploitatie te kunnen dekken. Dat belooft wat voor de toekomst. Tot zover de plannen van Museum Vlaardingen. En tot de volgende keer.